hartelijk dank voor de uitnodiging. Zoals gezegd, het is een eer om hier te mogen spreken. De titel van mijn lezing is Groen is het nieuwe rood. Het gaat over de Green New Deal en het democratisch socialisme. En ik zal daar later wat uitvoeriger op ingaan. Het is een hele eer dus hier om hier te mogen spreken in een navolging van een grand old man als Jan Pronk en een politiek prominent als Katelijne Buitenweg. Ik heb vernomen ben ik dus hier uitgenodigd als een relatief jonge lood aan de linkse stam. En ik ben daarbij ook vertegenwoordiger van een generatie die zich nu langzamerhand begint te doen gelden. Laat ik daarom beginnen om iets over mijzelf en mijn generatie te zeggen. Ik ben een kind van de jaren 90. Ik groeide op ten tijde van het einde van de geschiedenis. Toen ik 9 was, viel de Berlijnse muur. Lang voordat ik begreep waarom mijn ouders dat zo mateloos interessant vonden. Toen ik 16 was, hield Wim Kok zijn lezing over het uitplukken van de ideologische veren. Ik was als tiener natuurlijk met hele andere dingen bezig. Maar wat ik bedoel te zeggen is dat ik de sociaaldemocratie nooit heb gekend als een gevederd wezen. Wat er wel was, was een leegte, een soort fantoompijn. Ik kon uit de krant opmaken dat er iets gemist werd dat ik nooit had gekend. De PvdA-intellectueel Paul Kalma had al eerder verklaard dat de samenleving grotendeels af was en dat de taak van de linkse politiek voor een belangrijk deel geklaard was. Het socialisme op sterk water was de veelzeggende titel van zijn boek. Wat nu volgde was het beheer van het bestaande. Er was geen behoefte meer aan grote verhalen. Later zou de politicoloog en tevens prominent PvdA'er Jos de Beus dit de leegte op links noemen. Dat hij contrasteerde met een ideologische heropleving op de rechterflank. Inderdaad, de maatschappijkritiek was op rechts te vinden. Daar kwam in de jaren 90 een nieuw groot verhaal op. De theorie van de botsing der beschavingen. Niet langer het communisme was de geopolitieke vijand van het Westen. Die rol werd overgenomen door de islam. Pim Fortuyn ontpopte zich als de vertolker van dit grote verhaal. Een week voor 9/11 schreef hij een column in het weekblad Elsevier, waarin hij opriep tot een nieuwe koude oorlog. Hij bekritiseerde de gevestigde elites in Nederland die door hun cultuurrelativisme en hun consensusdrang niet in staat waren om de confrontatie aan te gaan met de islam. De doorslaggevende politieke gebeurtenissen voor mijn generatie waren de aanslagen van 9/11 en de daaropvolgende politieke moorden op Pim Fortuyn en Theo van Gogh. Nederland kwam plots bekend te staan als een front in de mondiale beschavingsstrijd. Voor een belangrijk deel zijn deze gebeurtenissen de taal en de agenda van de Nederlandse politiek gaan bepalen. De Fortuyn-revolte van 2002 werpt nog immer haar schaduw vooruit. Over deze ontwikkelingen heb ik mijn proefschrift De Conservatieve Revolte geschreven. Daarachterin te vinden. Waar ik tot nu toe de onderbelichte ideologische vernieuwing op rechts in kaart heb gebracht. Zogezegd niet de revolte van de onderbuik, maar die in de bovenkamer. Maar hoe graag ik ook praat over mijn eigen werk, en dat is heel graag, we hebben het vandaag over ontwikkelingen op links en niet die op rechts. Een van mijn kritieken op links is juist dat men de politieke agenda te veel laat bepalen door de ontwikkelingen aan de andere zijde van het politieke spectrum. We zien het nu weer gebeuren met Thierry Baudet. De linkse politiek is vaak reactief en defensief. En die neiging wil ik niet in deze lezing herhalen. Het is een begrijpelijke reflex die voorkomt uit 2 decennia van rechtse dominantie. Linkse politici vertellen te weinig het eigen verhaal. Ik wil vandaag ook iets anders doen dan terugkijken naar een voorbije periode. Ik wil met u vooruitkijken naar de toekomst. De laatste jaren beleven we namelijk de politieke doorbraak van een vraagstuk van een geheel andere orde. Klimaatverandering. Het gaat heel concreet om de bewoonbaarheid van onze planeet.
En ik moet bekennen dat het een thema was waar ik tot voor kort heel weinig mee bezig was. Ik herinner me dat ik eens als student ben wezen demonstreren bij een klimaatconferentie in Den Haag. En ik heb het voor deze lezing nog even nagezocht. Het was het jaar 2000. Wat ik me herinner is dat de situatie toen heel urgent was. In ieder geval onder de mensen die met mij demonstreerden. Maar kort daarop zou dus de wereldpolitiek in het teken komen te staan van 9/11 en die clash of civilizations. Klimaatverandering raakte bij mij nogal op de achtergrond. Het is bovendien een complex en ongrijpbaar thema dat zich afspeelt op een tijdschaal die in onze versnelde tijden al snel tot schouderophalen en uitstelgedrag leidt. Het leidt geen twijfel dat klimaatverandering het belangrijkste politieke vraagstuk zal worden van de komende decennia. En in reactie op die uitdaging zien we tevens de opkomst van een nieuw links verhaal. Dat verhaal is de Green New Deal, zoals dat wordt uitgedragen door het democratische congreslid Alexandria Ocasio-Cortez en de progressieve vleugel van de Amerikaanse Democratische Partij. Het is een ambitieus investeringsprogramma dat sociale met ecologische doelen met elkaar verbindt en daarbij teruggrijpt op de traditie van een democratisch socialisme. Dit vanuit de overtuiging dat klimaatbeleid sociaal zal zijn of niet zal zijn. Gezien de geschiedenis van het NIFON dacht ik dat dit het verhaal was dat hier verteld moest worden. En ik ga allereerst beginnen met een uitweiding over klimaatverandering. En vervolgens zal ik wat verder ingaan op die Green New Deal en het democratisch socialisme. Er is geen plan B, want er is geen planeet B. Langzaam maar zeker dringt deze gewaarwording door onder steeds grotere delen van de bevolking. Waar klimaatverandering lange tijd een abstract vooruitzicht was, voer voor experts of iets voor volgende generaties, begint de opwarming van onze planeet inmiddels concreet waarneembare vormen aan te nemen. Het ene na het andere temperatuurrecord wordt gebroken. Het afkalven van de ijskappen kan met het blote oog worden waargenomen. Natuurrampen die eens een zeldzaamheid waren, zijn alledaagse nieuwsitems geworden. Orkanen, bosbranden, overstromingen, moessons, hittegolven, kolossale hagelbuien, droogtes en andere extreme weersomstandigheden teisteren de planeet als even zoveel bijbelse plagen. U begrijpt, ik heb mij de afgelopen maanden ingelezen over het klimaat en ik kan u vertellen, het is me niet meegevallen. Het algehele beeld dat uit de literatuur opdoemt is alarmerend. We weten dat het beperken van de temperatuurstijging tot 1,5 graad noodzakelijk is om het klimaat nog enigszins in het gareel te houden. Wereldleiders hebben met elkaar afgesproken, met het akkoord van Parijs, de temperatuurstijging in ieder geval te beperken tot 2 graden in 2100. De voorkeur is 1,5 graad. Maar die 2 graden, dat is een vrij cruciale grens. Belangrijk is dat het klimaat geen stabiel en eenvoudig systeem is. Het is natuurlijk om te denken dat een bepaalde hoeveelheid uitstoot leidt tot een bepaalde hoeveelheid temperatuurstijging en dat leidt vervolgens weer tot een bepaalde hoeveelheid zeespiegelstijging. De geologische geschiedenis echter, bestudeerd aan de hand van aardlagen en ijsmonsters, wijst uit dat een relatief kleine verandering een kettingreactie op gang kan brengen. Anders gezegd, als de temperatuurstijging boven een bepaald kantelpunt komt, kan dat enorme, abrupte en onomkeerbare processen in gang zetten. We kunnen spreken over een sneeuwbaleffect, waar het niet dat dat een wat vreemde metafoor is voor de opwarming van de aarde. Nou ja, dit is een rapport van de Wereldbank. Niet een bijzonder linkse organisatie. En die stelt dat het omslagpunt voor het definitief wegsmelten van de ijskappen op Groenland en West-Antarctica bij een temperatuurstijging van 2 graden ligt. Het begin van het snelproces zou een aantal terugkoppelingseffecten hebben, waardoor die ijskappen niet meer te redden zijn. Ook al zouden we in één klap onze uitstoot verminderen tot 0, het ijs groeit niet meer terug.
Komen we voorbij dit omslagpunt, dan kunnen we de komende eeuwen een zeespiegelstijging van minimaal 10 meter tegemoet zien. En het beangstigende is dat veel onderzoekers stellen dat we dit omslagpunt nu al bereikt hebben. Het is zo goed als uitgesloten dat we dit scenario kunnen vermijden, aldus de Verenigde Naties. Nu zult u denken, hoe zit het dan met de klimaatdoelen die in Parijs zijn afgesproken? Is dat er niet op gericht om een dergelijk scenario te voorkomen? Nou ja, het probleem met die afgesproken reducties van CO2-uitstoot is dat deze volgens wetenschappers bij lange na niet voldoende zijn om onder die 2 graden temperatuurstijging te blijven. Sterker nog, in het laatste rapport van het Intergovernmental Panel on Climate Change staat dat een snelle aanpak van de uitstoot en het onmiddellijk nakomen van alle verplichtingen die zijn aangegaan in Parijs resulteren in een temperatuurstijging van 3,2 graden. Om op die cruciale 2 graden te blijven is er 3 keer zoveel CO2-reductie nodig als in Parijs is afgesproken. Aldus een VN-rapport van vorig jaar. En 3 keer zoveel als door het kabinet nu wordt nagestreefd. We liggen niet eens op koers om bestaande afspraken te halen en Nederland is een van de Europese hekkensluiters met de hoogste uitstoot per inwoner in Europa en de laagste CO2-reductie vanaf 1990. En als we niet zouden veranderen met de huidige mondiale uitstoot, koersen we af op 4 of 5 graden opwarming in 2100. En dat heeft een bijbehorende zeespiegelstijging van 55 meter over de komende eeuw. Dat zal betekenen dat de kuststroken van verschillende continenten vele kilometers landinwaarts zullen opschuiven. Wereldsteden als New York, Jakarta, Shanghai, Londen en ook Amsterdam zullen onder water komen te liggen. Bosbranden zullen vertienvoudigen. Rond de evenaar zal het klimaat onleefbaar worden. Steden in India en het Midden-Oosten zullen zo warm worden dat ze onbewoonbaar worden. Dat is in 2100. Wij zullen dat zelf niet meer gaan meemaken. Maar ook op kortere termijn zullen extreme weersomstandigheden navenant toenemen, zo stelt dat Intergovernmental Panel on Climate Change. Het is niet zo dat we van het ene stabiele klimaatsysteem naar een ander stabiel klimaatsysteem overstappen. Het huidige tempo van opwarming heeft geen historische equivalenten in de miljoenen jaren van geologische geschiedenis. We betreden dus een chaotische en onberekenbare wereld. Orkanen, hittegolven, bosbranden en overstromingen zullen wezenlijke delen van de planeet onbewoonbaar of onvruchtbaar maken. De wereldwijde voedselvoorziening zal door de hogere temperaturen grotere klappen oplopen. Er zijn schattingen van gerenommeerde onderzoeksinstituten die stellen dat de graanproductie met zo'n 60% zal afnemen. Weer andere rapporten wijzen erop dat de visstand in veel gebieden drastisch zal afnemen doordat bestaande golfstromen en voedselketens veranderd raken en daardoor verminderen. De Verenigde Naties verwacht dat er in 2050 wereldwijd al 200 miljoen klimaatvluchtelingen zullen zijn. Daarmee vergeleken is de Syrische vluchtelingencrisis nog relatief bescheiden. Bijkomend probleem is dat de kosten van het omgaan met klimaatverandering zo groot zullen zijn dat het onmogelijk wordt om daarnaast nog een transitie door te voeren. Bij 4 graden opwarming wordt de wereldwijde schade door natuurrampen geschat op $600 biljoen. Dat is $600.000 miljard. En dat is meer dan het huidige vermogen van de hele wereldbevolking samen. Eerdere periodes van opwarming in de geschiedenis van de aarde zijn gepaard gegaan met het massaal uitsterven van diersoorten. Wetenschappers noemen dit een mass extinction event. En dat is als meer dan 75% van de diersoorten uitsterven. Biologen stellen dat we ons midden in een 6e uitstervingsgolf bevinden. De afgelopen 100 jaar zijn gewervelde diersoorten volgens het Wereld Natuurfonds met meer dan de helft verminderd. In de laatste 25 jaar alleen is de insectenpopulatie met 3/4 afgenomen.
In soortelijk gewicht is de mens met haar vee goed voor 96% van alle zoogdieren op aarde. En daarbij heb je 4% wildlevende zoogdieren. Natuurlijk zijn alle landen niet even kwetsbaar. Over het algemeen geldt dat rijke industrielanden, die verantwoordelijk zijn voor het leeuwendeel van de uitstoot, minder kwetsbaar zijn dan ontwikkelingslanden. Alhoewel niemand immuun zal zijn voor de gevolgen van klimaatverandering, treft het de armen meer dan de rijken. Een van de uitzonderingen is Nederland, door haar lage ligging. Dit is bij lange na niet genoeg in het nieuws geweest, wat mij betreft. Maar in de afgelopen 10 jaar hebben wetenschappers hun verwachtingen over de snelheid van zeespiegelstijging bijgesteld en met een factor 3 vermenigvuldigd. Het heeft, gek genoeg, geen voorpagina's gehaald. Het KNMI laat weten dat het een zeespiegelstijging van 1 tot 3 meter verwacht in 2100 en grofweg het dubbele daarvan in de eeuw daarna. En daarna zal de stijging natuurlijk nog verder doorzetten. En zoals eerder gesteld, wordt uitgegaan van een minimum van 10 meter. En dat is als we bij 2 graden blijven, waar we nu niet op afkoersen. In Vrij Nederland verscheen recent een artikel waarin Nederlandse wetenschappers de laatste stand van zaken schetsen. Hoogleraar fysische geografie Maarten Kleinhels stelt dat we een meter of anderhalf nog net kunnen bolwerken. Daarboven zullen we grote delen van het Nederlands grondgebied moeten prijsgeven. Marjolein Haasnoot, auteur van de bijlage over zeespiegelstijging van het rapport Deltaprogramma 2019 van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, heeft 4 toekomstscenario's geschetst voor Nederland in de volgende eeuw. 1. Gigantische dijken bouwen met enorme gemalen. Het probleem is dat onze rivieren beneden de zeespiegel zullen liggen en dat je die dus allemaal omhoog moet gaan pompen naar de zee. Het volgende probleem is dat alle landbouwgebieden zullen gaan verzilten, want dat zout dat komt onder de dijken door. 2. Het water binnenlaten en steden op palen bouwen in de ontstane moerasdelta. Ik weet niet of iemand de film Waterworld heeft gezien met Kevin Costner. Dat is een beetje dat scenario. Futuristisch, maar niet heel geloofwaardig. 3. De vlucht naar voren. Eilanden in zee bouwen. Kosten worden geschat toch wel dat die vrij groot zullen zijn. En 4. De terugtocht aanvaarden. En dan hebben we het over het begin van de 22e eeuw. De Lage Vuurse wordt dan een kustgebied. Dit zijn dan duinen waar we in kunnen rondlopen. En de meeste wetenschappers achten deze laatste optie het waarschijnlijkste. Polair meteoroloog Michiel van den Broeke stelt dat we op termijn een gecontroleerde terugtrekking moeten gaan overwegen. Glacioloog Michiel Helsen roept op tot een discussie over welke delen van Nederland we willen behouden tegen welke prijs. Anderen stellen voor om op een gegeven moment het Duits als verplicht vak te gaan invoeren en om als deelstaat op te gaan in Duitsland. En dit is allemaal over 150 jaar. Om een idee te geven van hoe dat eruit ziet, Vrij Nederland vroeg fysisch geograaf Kim Cohen een kaart te tekenen van Nederland anno 2300. Ik wou het eigenlijk hier projecteren, maar wat u feitelijk ziet is dat uitgezonderd dit gebied, wat toch nog net wat hoger ligt, dat echt grote delen van het Nederlands grondgebied onder water komen te liggen. Hij gaat er in ieder geval van uit dat tot midden 22e eeuw het huidige Deltaprogramma gehandhaafd wordt en we het nog kunnen bolwerken, mits er opgehoogde duinen en dijken worden aangelegd rond de grote steden. Maar vanaf dat punt dus is het niet meer te handhaven. Wel moet ik erbij vermelden dat dit type onderzoek nog in de kinderschoenen staat, ook omdat het KNMI maar 1,2 FTE heeft voor klimaatonderzoek. Sorry, voor onderzoek naar zeespiegelstijging. Tot zover de stand van zaken van de klimaatwetenschap. En gegeven deze realiteit is het niet verwonderlijk dat de historicus en journalist
David Wallace Wells alarm slaat in zijn baanbrekende boek Onbewoonbare Aarde. Ik kan het iedereen aanraden. Ik las het afgelopen maand en ik ben zelden zo geraakt door een boek. Wells draagt geen nieuwe informatie aan. Hij vat enkel de huidige stand van zaken van de klimaatwetenschap samen en geeft een overzicht van de sterk gegroeide hoeveelheid natuurrampen. Van daaruit trekt hij zijn conclusies en die zijn niet mals. Wat er concreet op het spel staat volgens Wells is het voortbestaan van de menselijke beschaving. Er zijn er die de toon van Wells alarmistisch vinden. En ook in Nederland zijn er veel stemmen te horen die afgeven op de klimaatdrammers. Mensen die klimaatverandering een hype noemen. De werkelijkheid echter, zo heb ik zelf ook ondervonden, is dat het onderliggende klimaatonderzoek eerder het omgekeerde is van alarmistisch. Namelijk droog, technisch en bijzonder genuanceerd. De grote vraag is eerder waarom het alarm tot nu toe uitblijft. De opwarming van de aarde heeft het lot van de menselijke beschaving in handen gelegd van twee generaties. Eén generatie die het klimaat uit balans heeft gebracht. En één generatie die nu voor de taak staat om het ergste te voorkomen. Meer dan de helft van het CO2 dat aan de atmosfeer is toegevoegd, is namelijk uitgestoten in de afgelopen 3 decennia. Bedenk dat in 1992 het klimaatverdrag van de Verenigde Naties is ondertekend. We hebben dus net zoveel schade toegebracht aan de planeet, terwijl we ons bewust waren van wat we deden, als in alle eeuwen en millennia daarvoor. Ik kan jullie generatie daarvan de schuld geven, maar ik vind het zelf een beetje flauwe zet. Maar goed, dit is wat Wells zegt. Binnen 1 generatie is de planeet de rand van de afgrond genaderd. En 1 generatie is de verantwoordelijkheid toebedeeld om ervoor te zorgen dat we niet over die rand heen tuimelen. Het roept allemaal de vraag op waarom we decennia lang zo werkloos hebben toegekeken. Zonder maatregelen te nemen. Zonder dat de alarmerende inhoud van de wetenschappelijke rapporten de voorpagina's haalt. Of het dagelijks gesprek aan de keukentafel of bij de koffiemachine bepaalt. Het is redelijk absurd dat het nieuws dat half Nederland onder water dreigt te verdwijnen binnen enkele generaties niet breder uitgemeten wordt. In ons publieke debat wordt nog meer aandacht besteed aan complete fictieve bedreigingen als het cultuurmarxisme of le grand remplacement, de omvolkingstheorie die stelt dat Europese elites en moslims een geheim pact hebben gesloten om de Europese bevolking te vervangen door moslimimmigranten. We kunnen een aantal redenen bedenken waarom klimaatverandering zo gemakkelijk is weg te wuiven. Enerzijds is die klimaatwetenschap verdomd complex en moeilijk toegankelijk. Anderzijds is het idee dat wij nu ontwikkelingen over 100 jaar bepalen zeer abstract en moeilijk inpasbaar in onze versnelde aandachtseconomie. Ook zitten er nog vele duizenden miljarden aan fossiele brandstoffen in de bodem. Als we de opwarming echt willen beperken tot onder de 2 graden, zou het leeuwendeel daarvan onder de grond moeten blijven. Ondertussen echter zijn de grote oliebedrijven bezig met een wedloop aan miljarden investeringen om deze laatste moeilijk bereikbare bronnen te ontginnen. Het oliebedrijf Chevron heeft onlangs een miljardeninvestering in Australië gedaan en verwacht de komende 30 jaar daar nog gas te winnen. Onze eigen Shell heeft eveneens nieuwe diepte-investeringen uitstaan in processen die ook nog 25 jaar doorlopen. Exxon's project in de Canadese teerzanden is gepland om nog 35 jaar olie te leveren. Deze bedrijven gaan ervan uit dat er geen effectief klimaatbeleid zal komen. En gezien de bedragen die op het spel staan, is het niet verwonderlijk dat oliebedrijven alles op alles zetten om klimaatwetgeving te blokkeren of af te zwakken. Het gaat echter niet alleen om naakt economisch belang. De realiteit van klimaatverandering botst ook met diepgewortelde overtuigingen, waar allereerst het christendom en later ook de kapitalistische moderniteit op gestoeld is. Volgens de oude natuurgeloven waren wij onderdeel van de natuur en waren wij ondergeschikt aan haar goddelijke grillen.
De christelijke traditie introduceerde het idee dat God deze aarde had geschapen opdat de mensheid haar kon gebruiken naar gelieven. In Genesis staat: wees vruchtbaar en vermenigvuldigt en vervult de aarde en onderwerpt haar en heb heerschappij over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels en over al het gedierte dat op de aarde kruipt. Het is dit idee van heerschappij over de natuur dat nu op losse schroeven komt te staan. Natuurlijk heeft het moderne kapitalisme daar haar eigen normen en waarden aan toegevoegd. De socioloog Max Weber noemde het de geest van het kapitalisme. Uit onderzoek blijkt dat mensen die belang hechten aan hiërarchie en die prioriteit geven aan het bedrijfsleven een veel grotere kans hebben om klimaatverandering te ontkennen. Mensen die veel waarde hechten aan doelen als succes, geld, macht, status, aanzien, staan negatiever ten opzichte van het milieu dan mensen die dat in mindere mate doen. De Yale-professor Dan Kahan stelt dat de hechte correlatie tussen wereldbeeld en klimaatskepsis voortkomt uit culturele cognitie, ofwel de wijze waarop we informatie filteren op manieren die ons bestaande wereldbeeld bevestigen. Als nieuwe informatie een directe bedreiging vormt voor ons wereldbeeld, dan begint ons brein onmiddellijk allerlei uitwegen te bedenken om niet de logische conclusies te hoeven trekken. Het moet een samenzwering zijn van de klimaatelite. Wat aan ingrijpen concreet nodig is om onze planeet bewoonbaar te houden, is van ongekende omvang. We leven immers in een fossiele samenleving met een infrastructuur die gebouwd is op de consumptie van fossiele brandstoffen. Het voorkomen dat de opwarming zogezegd uit de bocht vliegt, vergt een haast revolutionaire verandering van onze maatschappelijke orde. Daarbij is de grootste opgave niet primair technologisch. Het vereist bovenal een omslag in ons denken over de economie en een omslag in onze cultuur. We hebben de middelen om er iets aan te doen. Het ontbreekt echter aan politieke wil. We leven in een wereld van fossiele politiek die in het teken staat van krampachtig vasthouden aan wat we hebben. Of terugkeren naar een geïdealiseerd verleden toen de wereld nog heel was. Gezien de gepolariseerde verhoudingen is de verleiding groot om niet hard in te zetten. Om in te zetten op het redelijke midden tussen de klimaatskeptici en de klimaatactivisten. Het probleem met dit redelijke midden is dat het onredelijk is. Onder het redelijke midden koersen we af op een fundamentele bedreiging voor de levensvatbaarheid van de planeet. Deze tijd vraagt daarom om een andere politiek, niet de aloude polderpolitiek van rustig aan, dan breekt het lijntje niet. Niet de prudente politiek die balans zoekt en niet voor de troepen wil uitlopen. Je kunt het Rutte zo horen zeggen. We leven immers in een wereld die niet meer in balans is. Wat nodig is, is een beweging die actief een groot mobiliserend verhaal uitdraagt. De laatste jaren doet een nieuwe internationale beweging van zich spreken in een poging het tij te keren. Het speerpunt van haar beleid is de Green New Deal. Een ambitieus investeringsprogramma dat sociale met ecologische doelen verbindt. Dit vanuit de overtuiging dat klimaatbeleid sociaal zal zijn of niet zal zijn. Zoals gezegd, het jonge Amerikaanse congreslid Alexandria Ocasio-Cortez is het belangrijkste boegbeeld van deze beweging. De Green New Deal resolutie die zij in februari dit jaar indiende en die niet is aangenomen, roept op tot een 10-jarige nationale mobilisatie om volledig over te schakelen op duurzame energie. Dat is wat concreet nodig is om de wereld op 1,5 graad opwarming te houden. Het gaat om een massaal investeringsprogramma van de overheid met als doel om de elektriciteitsvoorziening radicaal om te vormen, gebouwen duurzaam te maken, de transportsector van de benzine af te halen en grootschalig te investeren in hoge snelheidstreinen en openbaar vervoer en tenslotte om industrie en landbouw te verduurzamen. Dit programma wordt gecombineerd met een reeks sociale ambities om mensen werkzekerheid te geven, toegang tot zorg, onderwijs en huisvesting. Het is feitelijk een oproep tot een nieuw sociaal contract, met het idee dus dat
dat klimaatbeleid enkel als sociaal beleid doorgang zal vinden. Deze koppeling tussen groen en rood lijkt anachronistisch, maar is het niet. Het milieu wordt door velen nog als een bijkomstigheid gezien, een extraatje, de immateriële toevoeging aan een traditionele sociaal-economische agenda. Lange tijd stonden groen en rood, milieubeweging en vakbonden op gespannen voet. We gaan echter toe naar een tijd waarin deze oude tegenstellingen steeds minder relevantie hebben. De komende decennia zal klimaatverandering noodgedwongen een dominant raamwerk worden, het domein waarbinnen alle politiek zich zal gaan afspelen. Dat vandaag in Amsterdam de vakbonden samen met milieuorganisaties demonstreren op de 1 mei manifestatie is geen toeval. We zijn getuigen van een langdurige fundamentele heroriëntatie van de politiek, waardoor groene politiek en sociaal-economische politiek steeds meer samen zullen komen te vallen. Praktisch gezien zijn velen daar al mee bezig, maar in ons denken over politiek zijn we nog veel minder ver. Rood en groen worden door velen nog als aparte domeinen gezien. Ervaringen uit de afgelopen decennia laten zien dat het verduurzamen van de samenleving niet iets is wat we aan de vrije markt kunnen overlaten. Pogingen om de CO2-uitstoot te verminderen door het oprichten van markten in emissierechten zijn geen succes geweest. Het Europese Emissions Trading Systems is het grootste emissiehandelssysteem ter wereld. Door echter veel te ruimhartig uitstootrechten te verlenen en door de kwetsbaarheid voor allerlei mazen in de regelgeving heeft het nauwelijks een effect bewerkstelligd. De prijs voor CO2 is simpelweg te laag om bedrijven aan te zetten tot schonere productie. Het Clean Development Mechanism van de Verenigde Naties is nog minder succesvol. Volgens een rapport van de VN zelf is het de facto geïmplodeerd. Nog steeds leeft het idee dat klimaatbeleid enkel door de markt kan worden opgelost. Als je CO2 maar op de juiste manier prijst, zal het marktmechanisme vanzelf een duurzamere wereld opleveren. Zo is eveneens de CO2-tax de alfa en omega van het Nederlandse klimaatdebat. Natuurlijk is een dergelijke CO2-belasting een belangrijk onderdeel van een effectief klimaatbeleid. Maar het wordt door klimaatwetenschappers lang niet als afdoende gezien. Er zijn veel sectoren waarbinnen de CO2-uitstoot slechts een beperkt deel van het totale kostenplaatje is. Die sectoren zullen veel minder prikkels hebben om snel over te schakelen. De vraag is zelfs of ons model van economische groei, of dat op de lange termijn duurzaam is. Kunnen we het klimaatprobleem oplossen met dezelfde middelen waarop we het hebben gecreëerd? Het beroep op een CO2-tax zal noodzakelijkerwijs vergezeld moeten worden door overheidsingrijpen op ambitieuze schaal. Alexandria Cortez refereert daarbij niet alleen naar de New Deal, maar eveneens naar de Amerikaanse mobilisatie ten tijde van de Tweede Wereldoorlog. Klimaatwetenschappers wijzen er ook op dat een dergelijke mate van ingrijpen noodzakelijk is om de aarde onder de 2 graden te houden. Enkel de overheid heeft de capaciteit om een grootschalige omslag op een sociale en democratische wijze te initiëren en te coördineren. We kennen dergelijke grootschalige publieke investeringen met bijbehorende sociale akkoorden tussen arbeid en kapitaal uit de tijd van het Keynesianisme en het democratisch socialisme. Toen waren de New Deal en de verzorgingsstaat het antwoord op het marktfalen van de jaren 30. En zo bezien is het geen wonder dat op die traditie wordt teruggegrepen. De beweging rond de New Green Deal doet daarbij een beroep op ideeën die afkomstig zijn uit het democratisch socialisme. The Rise of Millennial Socialism kopte het Britse zakenblad The Economist onlangs. En daarbij refereerde het aan de stormachtige opkomst van Alexandria Ocasio-Cortez. De term socialism, die nu overal in de Verenigde Staten rondzinkt door toedoen van de campagne van Bernie Sanders, refereert aan die sociaal-democratische politiek in de naoorlogse periode. In Nederland kennen we natuurlijk eveneens een lange traditie van democratisch socialisme, terug te vinden in het werk van bijvoorbeeld Joop den Uyl of Jan Tinbergen.
In 1951 verscheen het plan van de PvdA, genaamd De Weg naar Vrijheid. En in ambitie ongeëvenaarde schets voor de bevrijding van de mens door invoering van een Nederlands socialisme. Het socialisme als stroming, zo stelt de introductie, is een beweging die de ganse maatschappij, zoals ze onder de inwerking van het kapitalistische systeem is geworden, wil hervormen tot een gemeenschap van vrije mensen. Kern van dit gedachtegoed is dat de economie ten dienste staat van de mens en niet andersom. Het centrale belang van de term vrijheid in het denken van de PvdA na de oorlog echoot de Four Freedoms van Roosevelt's New Deal, waaronder freedom from want, vrijheid van materiële behoeftes. De Weg naar Vrijheid is een 400 pagina's tellend boekwerk en in ambitie nimmer geëvenaarde socialistische visie op mens en maatschappij. Het bestrijkt zowat alle aspecten van het samenleven, van kleuterschool tot cultuurfinanciering, van volksgezondheid tot vermogensverdeling, van tariefpolitiek tot arbeidsverhoudingen. Het oude, in materiële termen uitgedrukte socialistische streven uit het interbellum werd langzaamaan gerealiseerd en was nu ingeruild voor een ambitieuzer postmaterialistisch perspectief. Den Uyl schreef over een perspectief dat iets meer inhoudt dan de 40 uren werkweek, een behoorlijk ouderdomspensioen, een auto, een televisietoestel en een ijskast voor elk gezin. Het uitgangspunt van socialistische politiek, volgens Den Uyl, is de vrije ontplooiing van de mens als norm. En belangrijk is dat dit socialisme vanaf het begin af aan zich niet blind staarde op economische groei. In 1963 publiceerde de PvdA het rapport Om de kwaliteit van het bestaan. Het was gebaseerd op het werk van de Amerikaanse econoom en zelfverklaarde socialist John Kenneth Galbraith en zijn boek The Affluent Society. Waar het Galbraith concreet om ging was dat increased production is not the final test of social achievement. Dus het verhogen van de productie is niet de litmustest van wat wij kunnen als samenleving. Hij observeerde een dramatische groei van de private rijkdom in de naoorlogse periode, maar zag dat de maatschappij als geheel daar niet bijzonder veel van meekreeg. Private opulence, public squalor. Eenzelfde observatie werd door Den Uyl gedaan. In de naoorlogse periode was, al dus het rapport, die private welvaart gegroeid, maar de publieke voorzieningen waren daarbij sterk achtergebleven. Juist deze konden een belangrijke bijdrage leveren aan socialistische doelstellingen als maatschappelijke gelijkwaardigheid en vrijheid. In de geduldige cijfers van het nationale inkomen, aldus Den Uyl in 1963, telt de elektrische tandenborstel evenzeer als de verpleeghulp, de reclameuitgaven voor het definitieve kalmeringsmiddel evenzeer als de entreeprijzen voor de Schouwburg, het commissarissen tantiem evenzeer als de blinde rente. Met het pleidooi voor versterking van de collectieve voorzieningen kreeg het rapport niet alleen een economische, maar ook een culturele lading. Groei van het nationale inkomen per hoofd van de bevolking is op zichzelf geen waarborg voor het welzijn, voor de verbetering van de kwaliteit van het bestaan. In de jaren 60, dit was in de jaren 60, maar in de jaren 70 richtte men zich op het vraagstuk van een duurzame, rechtvaardige economische orde. Het was de tijd waarin het rapport van de Club van Rome werd gepubliceerd in 1972, dat waarschuwde voor het uitputten van de grondstoffen van de aarde. Grenzen aan de groei had in Nederland een enorme impact en leidde binnen de verschillende partijen tot een heroriëntatie. In 1974 stelde de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties vast dat de bestaande wereldorde er niet in geslaagd was de gemeenschappelijke belangen van de mensheid te dienen. Zij riep op tot een nieuwe internationale economische orde. De voorzitter van de Club van Rome, van het rapport De Grenzen van de Groei, vroeg vervolgens Jan Tinbergen, eveneens een zelfverklaarde socialist, een rapport te schrijven waarin de vraag werd beantwoord welke nieuwe internationale economische orde de behoeften van de mensheid wel kan vervullen. En als je terugkijkt naar deze periode, is het fascinerend om te zien dat er toentertijd veel minder informatie aanwezig was over de concrete bedreiging
die ons economisch systeem heeft voor het milieu. Maar dat tegelijkertijd het ambitieniveau om iets te veranderen veel hoger lag en veel breder aanwezig was. Er zijn dus een aantal elementen uit dat democratisch socialisme uit de jaren 60 en 70 die nu opnieuw weer actueel zijn. Allereerst die relativering van economische groei en de focus op de kwaliteit van het bestaan. Een van de belangrijke argumenten binnen dat klimaatdebat is dat we misschien arbeidsverkorting kunnen bedenken als een oplossing voor die klimaatproblematiek. Met een vierdaagse of driedaagse werkweek kun je veel makkelijker die klimaatdoelen halen en het vergroot de kwaliteit van leven. Dus we zien precies die argumenten wel terugkomen. Dan is er het internationalisme van het democratisch socialisme in de jaren 60 en 70. Zij zagen heel erg goed dat je als een land alleen heel weinig kan doen. En dat er daarom een internationale samenwerking, een internationale regering of een internationaal pact nodig is. En daar wordt nu ook met klimaatverandering over gesproken. Alleen de internationale impuls is er niet. Een ander belangrijk element is de nationalisering van belangrijke industrieën. In de jaren 60 en 70 was er het plan onder Den Uyl om in ieder geval een groot deel van de grond te nationaliseren. En was dat idee dat de staat een belangrijke rol heeft in de economie, dat stond niet in vragen. Dus dat is een centraal element wat ook terugkomt in de klimaatbesprekingen. Dat de meest effectieve manier om verschillende sectoren om te vormen tot duurzame productie, en dan denk ik bovenal aan elektriciteit, maar ook oliebedrijven, daar gaat de discussie naar over. Als je die nationaliseert, dan is dat de snelste manier om daar verandering in teweeg te brengen. Juist in Duitsland, waar de energiewende het verst is doorgevoerd, daar is nog het meest publiek eigendom van de lokale elektriciteitsnetten. En als laatste is er het idee dat de overheid concreet kan ingrijpen in de sturing van de economie. In 1975 werd onder Den Uyl een wet aangenomen, selectieve groei. Het ging ervan uit dat de overheid via het afromen van bepaalde belastingen bedrijven die op een duurzame manier produceerden extra aanmoedigde, terwijl het andere bedrijfstakken juist ontlasten. Nou ja, dat is nu allemaal nog taboe. Naomi Klein heeft erover geschreven in haar boek This Changes Everything. Ze stelt feitelijk dat er in de jaren 70 een enorme opkomst is van een milieubeweging, van een bewustzijn dat er grenzen zijn aan de groei. Maar het was ook een geval van verschrikkelijk slechte timing. Want aan het einde van de jaren 70 zag je de opkomst van het vrije marktdenken. De overheidsinvesteringen die nu noodzakelijk zijn om een dergelijke transitie door te gaan, werden opeens gezien als concurrentievervalsing. Privatisering en deregulering waren het devies. In de jaren 90 ging men over tot het uitplukken van de ideologische veren. En de sociaal-democratische orde, democratisch-socialistische traditie, is in de vergetelheid geraakt. Zij stelden in de jaren 90 dat de samenleving af was en de strijd gestreden. Het ging enkel nog om kleinschalig onderhoud. Zoals Wim Kok toen de tijd stelde, was de tijd van grote verhalen voorbij. De derde weg van Wim Kok en Wouter Bos presenteerde zich als vernieuwing, maar feitelijk was het een behoudende politiek, waarin het streven naar een fundamentele verandering van onze economische orde werd opgegeven. De samenleving is niet af. We staan voor een grote opgave. De strijd voor een bewoonbare planeet en een rechtvaardig klimaatbeleid is nog lang niet gestreden. We have it in our power to begin the world over again, schreef de revolutionair Thomas Paine. Het pleidooi voor radicale vernieuwing is het fundament van het progressieve denken. Het is tijd voor links om die mantel weer op te nemen en het socialisme dat op sterk water is gezet weer nieuw leven in te blazen. Ik dank u.